Hallo, goedenavond. Welkom op de tweede livestream van het FabLab Erpenmeren. Vandaag gaan we opnieuw iets maken gericht op lasersnijden. Ik ga je tonen hoe dat je in Fusion kan op een intelligente manier een ontwerp maken, zodat je dat achteraf makkelijk en snel kan aanpassen. En ik ga een aantal van die dingen eerst toelichten in de presentatie en jullie voortonen. En dan gaan we stap voor stap een volledig ontwerp maken in Fusion, waarbij dat ik jullie ga tonen met wat dat jullie allemaal moeten rekening houden. Voilà. Dus, eerst en vooral, wat is eigenlijk het grote probleem wanneer dat je aan het ontwerpen bent in 3D of in 2D? In 3D spreekt alles redelijk voor zich. Je hebt een volume dat je getekend hebt. En als je dat wilt verschalen, zoals je hier ziet in dat linker voorbeeld, dan ga je dat ook in drie richtingen terzelfde tijd verschalen. Dus zowel de hoogte, de breedte als de diepte gaan op hetzelfde moment evenveel kunnen vergroot of verkleind worden. Als je in tegenstelling tot je 3D-model een 2D-tekening hebt van een profiel en je gaat dat vergroten, dan ga je dat ook maar in twee richtingen vergroten. Dus je gaat je tekening wel groter maken in de breedte en de hoogte bijvoorbeeld, maar niet in de diepte. Nu, bij lasersnijden, als je die vorm uitsnijdt, dan wordt de diepte van je stuk bepaald door de dikte van de plaat die je aan het uitsnijden bent. Dus als je een dikkere of een dunnere plaat gebruikt om je vorm uit te snijden, gaat dat bepalen hoe dik dat je vorm uiteindelijk wordt. Nu, als je dingen begint te maken die in elkaar moeten passen met exacte afmetingen, dan is dat belangrijk dat die afmetingen natuurlijk kloppen en dat je ook rekening houdt met die derde dimensie. Want je kan een tekening in 2D wel perfect maken, maar als je een uitsparing voorziet die 4 mm breed is en je snijdt dat uit een plaat die 8 mm breed is, dan gaan die twee stukken nooit in elkaar passen, liever. Maar we kunnen daar in Fusion met een parametrisch ontwerp, dus dat is de oplossing daarvoor, ervoor zorgen dat we die plaatsdikte, die variabel kan zijn, kunnen ingeven als een parameter die we dan kunnen aanpassen in ons ontwerp. Dus de bedoeling is dat we steeds die parameter kunnen aanpassen, zowel tijdens het ontwerpproces als op het einde. En dat op het einde van ons ontwerp ons volledig 3D-ontwerp kan meevolgen. En ik zal jullie al eens tonen hoe dat juist in zijn werk gaat of waar dat we naartoe gaan, dan heb je daar direct een duidelijk beeld van. Het voorbeeld dat ik hier heb staan, dat ik uitgewerkt heb en dat we straks ook gaan tekenen, is een ontwerp voor een iPad-houder om die te gebruiken in een opstelling om stop-motion filmpjes mee te maken. Ik heb er een aantal foto's van het afgewerkt product. Dus wat is de bedoeling? Dat is de vorm die uitgesneden is uit houten platen en daarna zwart geschilderd. De bedoeling is dan dat je bovenaan daar een iPad kan opleggen, dat je onderaan je opstelling kan maken van wat dat je wilt filmen. Hier heb je direct de kadrage van je film die perfect in orde staat en je iPad blijft op dezelfde plaats liggen, waardoor dat je heel snel foto's kan nemen, een aanpassing kan doen op je werkvlak, een nieuwe foto kan nemen. En dat is een heel handige opstelling om heel snel top-down instructiefilmpjes te maken die in stop-motion zijn opgenomen. En voilà. Dus hier zie je het eindresultaat in de praktijk. Ik heb dat ontwerp oorspronkelijk gemaakt op 8 mm dikte, maar ik ben natuurlijk slim geweest en ik heb dat direct parametrisch gedaan. Want ik heb hier gemerkt in het lab dat we nog 6 mm materiaal hadden liggen ook. Dus dat wil zeggen dat ik één parameter kan aanpassen. En dat is waar we hier naartoe willen. Ik heb dat ontwerp hier nu staan in 3D. En in Fusion zitten nu parameters verstopt. En als ik die hier nu aanpas, nu staat mijn platdikte op 8 mm. Dan zou het normaal gezien, ik ga dat hier wel opschuiven, naar 4 bijvoorbeeld. En dan gaat hij dat allemaal herrekenen. Voilà. En nu heb ik gans die een houder die perfect in elkaar past met al de juiste uitsparingen op een dikte van 4 mm plaatmateriaal. Dus ik moet maar één waarde veranderen en gans mijn ontwerp volg mee. Ik moet niet beginnen met een uur mijn tekeningen aan te passen op al de plaatsen waar dat dan nodig is. Dus dat is zeer sterk.
Hoe gaat dat nu juist in zijn werk? Ik ga terugvallen op de presentatie daarvoor. Dus daar gaat dat stap voor stap in uitgelegd staan. En ik ga ook de link van de presentatie straks wel delen als een commentaar op de video, zodat je die achteraf ook kan herbekijken. Er staan ook links in naar bepaalde add-ons die we straks gaan zien. We gaan beginnen. De eerste stap is het aanmaken van de verschillende parameters. Dus die plaatdikte, dat is een parameter die we gaan ingeven. En de bedoeling is dan dat we die parameter elke keer als we die gebruiken in ons ontwerp, dat we die gaan oproepen. Dus dat we nooit gaan zeggen, de dikte is 8, behalve één keer in het begin, maar dat we altijd de waarde van die parameter gaan ingeven. Dus dikte, bijvoorbeeld, om die op te roepen. Dus de twee dingen die we eerst moeten doen, is enerzijds die parameters definiëren en het tweede is op voorhand componenten creëren. Dus elk stukje plaat dat je ziet in Fusion moet een apart component zijn. Omdat we daar straks nog een truc mee gaan uithalen. En dat kan je enkel doen als je met verschillende componenten werkt. Dus als je hier links kijkt, dan zie je, je hebt één hoofdassembly van de stop-motion houder en daar zitten een hoop verschillende componenten in. Elke plaat die je tekent moet een apart component zijn. Dus je bent best dat je die componenten op voorhand aanmaakt. Dan kan je alles wat je tekent activeren in dat component. En je ziet hier ook, je hebt hier van onder al een hoop stappen in die tijdlijn staan. Als je een aanpassing wil doen aan je grondvlak, kan je dat activeren. En dan zie je enkel de stappen die ik gebruikt heb om dat grondvlak te genereren tevoorschijn komen. En zo blijft je geheel een pak overzichtelijker qua ontwerp. En kan je er achteraf ook, want dat is waar we naartoe willen, als we dat willen laseren, een arrangement van maken, zodat je al je stukken kan efficiënt uit je plaat halen en automatisch kan laten rangschikken. Dat is iets wat ze een aantal weken, denk ik, geleden hebben toegevoegd aan Fusion, maar dat kan je nu automatisch doen. En dat is een zeer, zeer handige en krachtige tool. Maar dat kan je dus enkel doen als je met componenten werkt. Dus dat is ook het eerste wat ik ga doen. Ik ga hier een nieuw bestand openen. En ik ga die parameter ingeven. Dus ik ga hier naar Modify, Change Parameters. En dan kom je hier in je overzicht terecht van je parameters. En je gaat zelf één moeten toevoegen bij User Parameters door hier op die plus te klikken. Dan kan je dan een naam geven. Bijvoorbeeld dikte of plaat of dikteplaat of whatever. Je kan daar zo lang of zo zot in gaan als dat je wilt. Ik ga dat nu gewoon plaat noemen. Ik heb maar één parameter nodig, dus in principe maakt het niet uit welke naam dat ik ze geef. Die dikte dat ik ga ingeven, dat is één in millimeter. Dus altijd opletten dat je hier de juiste units gebruikt. Maar standaard staat dat hier op millimeter, dus dat is goed. En dan de expression is de waarde die die plaat heeft. Dus ik ga nu beginnen mijn ontwerp te maken op 8 mm. Maar dat is dus de waarde die we gaan kunnen veranderen. We gaan dat ook tijdens ons ontwerpproces regelmatig doen om te zien of dat alles wat we aan het tekenen zijn wel reageert zoals dat we zelf verwachten. En dan kunnen we daar ook nog wat commentaar bij zetten. In dit geval is dat niet echt nodig, maar dat kan wel handig zijn als je bijvoorbeeld iets aan het maken bent dat heel complex is en dat 5 parameters heeft. Dan kan je uitleggen als je dat over 2 jaar open doet, wat dat welke parameter precies doet, kan je dat nog wat extra beschrijven in die commentaren, zodat je daar achteraf ook beter of makkelijker kan op terugvallen en dat je duidelijker weet wat dat betekent. Dus voilà, nu heb ik 1 parameter met 1 waarde en momenteel heb ik ook niet meer nodig. En als je die helemaal in het begin aanmaakt, dan kan je er gedurende gans je ontwerp naar refereren. En dan maakt het ook een beetje overzichtelijker duidelijker. En ook al je onderdelen, dus die componenten die je aanmaakt, dat kan je doen bij hier Create en dan helemaal van boven New Component. Kan je een duidelijke naam geven en kan je ook in al die onderdelen verwijzen naar die parameter die je aangemaakt hebt in je hoofdassembly. Wat we in dit geval ook willen, want al die platen hebben dezelfde dikte. Voilà, je maakt een nieuw component aan met de standaardinstellingen hier gewoon, dus type standaard internal. En je geeft dat ook een naam. Dus wat hebben we? We hebben een grondplaat, zogezegd. Voilà. Hier zien dat ik het juiste zit. New components, name, grondplaat. Oké,
Voilà. Oh, ik ben ze hier al in elkaar aan het aanmaken. Dan ga ik nu in create new component. Grondplaat. Oké, voilà. Ik heb hier een eerste staan. Ik heb nog een plaat aan de zijkant. Die ga ik gewoon zijplaat noemen. En als er een onderdeel is dat twee keer exact hetzelfde is, dan ga ik het maar één keer aanmaken en ga ik het straks wel dupliceren. Dus het is eigenlijk unieke onderdelen dat je hier moet aanmaken. Je kan dat ook doen terwijl je bezig bent, maar let erop dat je altijd in het juiste onderdeel aan het werken bent, anders wordt het op de duur een beetje onoverzichtelijk. We hebben nog een topplaat voor de bovenkant waar de iPad gaat op rusten. Voilà, dus dat kan ook op deze manier aangemaakt worden door rechts te klikken. Top. Plaat. Oké. En dan nog een front en een back, maar die zijn hetzelfde. Dus ik ga die ook nu gewoon front noemen. New component. Front. Oké, dus daarmee ga ik beginnen. En ik zal nog één aanmaken, ook voor mijn iPad. Ik ga geen volledige iPad uittekenen, maar gewoon een blok met de basisdimensies, dat ik een beetje een referentie heb en dat ik op zicht de rest van mijn model kan maken. Voilà, een neem iPad. Het zal, voilà. Dus ik ga beginnen met eerst die iPad te tekenen. Ik heb dat hier ook gedaan, gewoon puur om een beetje een idee te hebben hoe groot dat ding juist moet zijn. En dat is gewoon een schets van een rechthoek hier, 260 op 190. Dus ik ga hier in dit component sketch. Voilà. Een rechthoek. We gaan hem straks misschien toch moeten verplaatsen, dus waar dat hij precies vasthangt maakt niet zoveel uit. Van, was nu 190 op 260? Het alweer hier. 260. Voilà. Ja, die heeft een bepaalde dikte, dat is 20, dat lijkt mij veel, maar hij zit in de case denk ik, dus dat is ook meegerekend. En dan die afrondingen doen er nu weinig toe. Voilà, dus ik ga dit gewoon als een blok tekenen, puur als referentie, zodat ik weet waar dat die ongeveer komt. Ik heb hier ook nog de plaats voorzien waar dat de camera in zit, zodat ik die uitsparing kan voorzien in mijn ontwerp. Ik zal dat misschien wel nog doen, dat kan wel nog handig zijn. Dus dat is hier diameter 10 en 20-23 van de kant. Dus ik ga hier van onder, ligt zo, nog een camera optekenen, een nieuwe schets aanmaken op de onderkant. En dat is een cirkelke, voilà. Met een diameter 10. En dat was een afstand 23 tot de rand, zo. En 20 in de andere richting. En eigenlijk zit die camera er wat in verzonken, maar ik ga die er nu expres wel laten uitkomen. Dus ik ga die nog extruderen. 1 mm. Voilà. Dus nu heb ik een blok waarvan dat ik de afmetingen exact weet en waarvan dat ik weet op welke plaats dat mijn camera gaat zitten. En kan ik eigenlijk mijn volledige ontwerp daar rond maken. Je kunt daar wel mee overdrijven ook met de ander en er nog wat afrondingsjes opzetten voor de show. Maar daar ga ik mij momenteel niet mee bezighouden, want dat is niet wat je wil zien natuurlijk. Dus we gaan beginnen met die grondplaat te tekenen. Die had een afmeting van 420 bij 400 mm. Dus ik ga nu dat component activeren. En een schets aanmaken. Voilà, in mijn topaanzicht. Ik ga alles vanuit het center tekenen, in dit geval ook. Dat maakt het heel makkelijk voor mij om symmetrisch te werken straks. En dan kan ik in alle richtingen spiegelen. Als het center van mijn ontwerp altijd mooi in het center van mijn 3D-omgeving valt. En dus ik ga werken met een center rectangle. Ik ga mijn center vastleggen hier op mijn oorsprong. En dan kan ik hier mijn maten opzetten. En dat was 400 op 420. Ik weet niet wat die maten, het zal misschien meer zijn. Dat lijkt hier niet helemaal te kloppen, het zal misschien 600 zijn, dat lijkt beter. Voilà,
als ze niet kloppen, kunnen we ze achteraf toch wel nog aanpassen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dus dat is de eerste plaat die ik hier getekend heb. Ik ga mijn iPad even onzichtbaar maken. Maar het is nu belangrijk dat je die een dikte geeft, die plaat. En dus dat je die gaat extruderen, create extrude, selecteert dat profiel. En dat is dan de dikte van je houten plaat die je hebt. Dus in dit geval is dat staat voorlopig op 8 mm, maar het belangrijkste is dat je hier die parameter ingeeft. Dus dat je hier zegt, dat is niet 8, maar je zegt dat is plaat. Voilà. En nu heb ik hier een plaat staan waarvan ik de dikte kan aanpassen. Ik hoef niet noodzakelijk naar deze stap te gaan. Ik kan hier gewoon naar Modify, Change Parameters. En nu heb ik hier een plaat van 8. Als ik deze vervang naar 4, dan gaat mijn volledige plaat zich herberekenen naar een dunnere plaat. Omdat ik bij die functie van extrusie dat gekoppeld heb aan die parameter. Voilà. Je kunt daarin overdrijven ook en een plaat pakken van 80 mm dik. Gaat even goed. Voilà. En dan krijg je zoiets dik. En het is belangrijk om dat tijdens je ontwerp al regelmatig te testen. Stel dat je daar ergens een fout tegen maakt. Straks gaan er hier een hoop stappen staan. Als er ergens in het begin een fout zit, dan gaan die fouten alleen maar verder ten opzichte van elkaar zich blijven opstapelen. En dus dat wil je vermijden. Oké, we hebben nu één plaat staan. We gaan vandaar verder werken. En we gaan daar uitsparingen in voorzien voor de zijstukken die er moeten inkomen. Dus ik heb hier bij dit ontwerp, ik zet die nog in de schets, deze grondplaat staan. En we gaan hier die uitsparingen inmaken, zodat wanneer dat we ons zijvlak gaan beginnen tekenen, ons tweede stuk, zodat we dat in die uitsparingen kunnen laten passen. Dus ik heb hier een plaat staan. Ik ga een nieuwe schets maken op de bovenkant daarvan. En ik ga die uitsparing tekenen. En die uitsparing, dat is ook gewoon een rechthoek. Voilà. En dan ga ik daar de juiste maten op zetten. Ik wil dat dit een lengte heeft van 100 mm bijvoorbeeld. Dat dat 10 cm lang is. Ja, of mag iets korter zijn, 80 is goed. De breedte hier, dat moet de breedte zijn van mijn plaat. Dus ik ga dat opnieuw die parameter geven. Voilà. En ik wil dat een afstand van de rand, dat het ook altijd een plaatdikte is die daartussen zit. Dus ik ga dit ook even goed de naam plaat geven. Voilà. En dan kan ik het enkel nog naar boven en naar beneden verschuiven. En hier opnieuw ga ik de afstand van daar tot daar ook instellen als de parameter plaat. Voilà. Dus dan ligt mijn schets volledig vast. Je kunt altijd checken als je aan het schetsen bent. Of dat hier zo'n rood slotje bij staat. Als dat niet het geval is, dan heb je nog niet genoeg maten of niet genoeg constraints op je tekening gelegd om dat volledig vast te leggen. En het is wel belangrijk dat je dat doet. Want als je tekening niet volledig vast ligt, je gaat beginnen met parameters aan te passen. Dan gaan er dingen blijven staan of verschuiven waar je het niet wil. En gaat alles door elkaar beginnen lopen. Voilà. Dus voorlopig is dit goed. Ik heb hier die schets gemaakt en ik kan dit nu eruit wegsnijden. Dus ik ga beginnen gewoon met één tand te tekenen. Ik kan er hier een waarde aan geven ook, maar ik moet opletten. Als ik dat hier nu 8 mm naar beneden doe, dan zit ik er volledig door. Maar als ik straks mijn plaat zou veranderen van met de parameters, hier modify parameter, naar een dikkere plaat, 10 bijvoorbeeld, dan kan dat zijn dat dat niet meevolgt. En kijk, voilà. Dus nu is dat nog altijd 8 diep, maar mijn plaat is ondertussen dikker en dat wil je vermijden. Dus je moet erop letten dat als je dat doet, die extrusie dat je hier ook opnieuw kiest, min plaat, dat je ook altijd met die afstand gaat naar beneden gaan. Of nog slimmer, dan hoef je zelf geen parameter in te geven, is dat je hier kiest voor to object en gewoon een andere kant. En dan zeg je gewoon, ik wil van het begin van de plaat tot het einde van de plaat. En het maakt niet uit welke dikte dat heeft. Het gaat altijd passen. Voilà, nu hebben we één uitsparing. We hebben er hier natuurlijk 4. Op elke kant 1. En je ziet ook dat die hier wat verder van de rand staan. Dus ik kan die nog aanpassen. Ik kan die vastzetten in principe ook. Voor mijn ontwerp ga ik het nu voorlopig zo laten. Maar ik ga ze gewoon spiegelen in dit geval. Dus ik kan deze naar voren spiegelen. En opzij, want ik heb mijn oorsprong hier toch mooi in het midden genomen. En dus ik kan bij Create Mirror hier kiezen om die features, in dit geval is een extrusie is een feature, deze hier, die selecteer je van onder in de tijdlijn,
te spiegelen ten opzichte van dit vlak. En normaal gezien, ja, voilà. En dan kan je die twee features op zich ook nog een keer spiegelen naar de andere kant. Zo. Voilà. En nu heb ik direct vier uitsparingen. En al wat ik ga aanpassen aan die eerste uitsparing gaat meevolgen in de andere. Dus als ik die toch wat verder van de rand wil in de andere richting, dan kan ik hier altijd terugkeren naar die schets. En kan ik hier zeggen dat hij dat bijvoorbeeld met een dikte vier keer de plaat. Dus je kunt daar ook bewerkingen in steken. Viermaal de afstand van de plaat. Dus hoe dikker je plaat, hoe verder dat die van de rand gaat staan, kan je toepassen. Voilà. En aangezien dat dat gespiegeld is, gaat hij ook in de andere richtingen opgeschoven zijn. Dus voilà, opnieuw een goede moment, een goede gewoonte. Test een keer door een parameter te veranderen of dat nog altijd doet wat je wilt. Als je je volledig ontwerp maakt en op het einde verandert je parameters en er verandert een helft wel en een helft niet, dan weet je niet of dat goed bezig is of niet. Hè. Dus voilà, als we dat hier op 4 zetten, verandert dan de breedte van onze sleuven. Ja, kijk, voilà, onze plaat wordt dikker, de afstand van de rand wordt wat groter hier en de plaat past er hier ook nog altijd in, want de dikte volgt ook mee. Dus dat is nog allemaal goed. En dan kunnen we beginnen met ons tweede onderdeel te maken. En dat is die zijkant. En die zijplaat hier. Dus we gaan die eerst activeren. En die zijplaat die gaan we direct tekenen. Hè, opnieuw in een nieuwe schets, in een andere richting. En we kunnen hier het vlak dat we gecreëerd hebben in onze eerste component gebruiken als schetsvlak om ons tweede component op te tekenen. Dus als we dan achteraf een maat gaan aanpassen, gaat het niet uitmaken hoe breed of hoe smal dat we dat maken. Die schets gaat altijd blijven plakken aan die zijkant waar ik hier nu juist ingeklikt heb. Dus aan de zijkant van die sleuf. Dus die gaan altijd perfect in elkaar blijven passen. En dan kan ik hier mijn tweede onderdeel tekenen, dus mijn plaat naar boven. Ik ga het nu wat simpeler houden voor de video. En ik ga er ook geen afrondingen of zo op zetten. We kunnen dat achteraf nog altijd doen. Voilà. En ik ga ervoor kiezen dat deze ook samenvallen. Dus ik ga dit punt en dit punt selecteren. En hier ga ik waarschijnlijk moeten projecteren. Dus als je iets wil selecteren dat samenvalt, dat zou misschien wel lukken. Ja, ik doe het toch. Dus ik kan hier met een constraint kiezen om die twee punten te laten samenvallen. Dus het hoekpunt van mijn schets te laten samenvallen met dit hoekpunt. Voilà. En dan plakt hij die ook vast. Dus dan hoef ik geen maat te zetten. Als je het kan doen met een constraint is dat altijd slimmer. Want als ik nu mijn stuk... ik heb hier daar juist in het begin gezegd van misschien moet dat toch wat breder. Als ik er achteraf mijn iPad op zet. Stel dat ik dat op het einde merk. Dan kan ik altijd teruggaan naar mijn eerste schets. En hier mijn stuk breder of smaller maken. En als ik hier die waarde aanpas, die 190 naar 220 bijvoorbeeld. Voilà. Dan zou moeten, kijk, met een tweede schets daar blijven aanpakken. En dat doet hij ook. Dus nu is dat tweede, die laatste schets dat ik hier gemaakt heb, nog altijd even breed als mijn volledige plaat. Dus dat is ook nog iets wat we extra willen dat dat meevoegt. En dan moeten we hier nog één waarde opgeven, en dat is de hoogte van dat volledige ding. En dat is hier 470 ongeveer. Ja. Voilà. Het is nu wel een rechte blok, dus ik kan hier nog één zijde wat schuin zetten. Dus ik ga hier één constraint weghalen. Ik ga hier dan juist moeten zien dat ik die maat op de juiste kant zet natuurlijk. Ja, op deze 470. En dan ga ik hier nog een extra maat moeten opzetten. Zo. 260 bijvoorbeeld. Voilà. Dan hebben we daar zo één schuine zijde aan. Voilà. En dan kunnen we dit profiel opnieuw extruderen. Dus create extrude en een dikte geven opnieuw met de dikte plaats. Voilà. Bij operation heel belangrijk dat we kiezen. Kijk, voilà, ik heb hier al een fout gemaakt. Ik was nog in mijn top assembly. Ik ga die ondertussen ook al een keer opslaan. iPad holder aan het werken. Dus als je daar een extrusie gaat in doen. Dan gaat dat terechtkomen in je algemene assembly. We zijn in de zijplaat bezig, dus niet vergeten die te activeren. En als ik die ga extruderen en ik selecteer dat profiel en ik zeg hier dikte plaat.
Voilà, dan gaat hij hier altijd zeggen new body. Ook opletten dat je alles mee hebt. Dus bij profiel ook deze selecteren. Ja, voilà, nu heb ik alles mee. En de distance hier plaat. Oké. Dus nu heb ik hier een tweede plaat gemaakt die perfect in de, ter hoogte van die sleuven altijd gaat staan. En ik kan zien dat hier deze origin er nog aan staat. En opnieuw een goede moment om te testen. Als ik een aanpassing doe, volgt alles mee. Modify, change parameters. Maak daar echt een gewoonte van, want anders... Voilà, dus alles volgt mee. Breedte van mijn sleuven ook, dat is nog altijd goed. En wat hebben we nu als probleem? We hebben die uitsparingen wel al voorzien. Maar als we gaan kijken naar die zijplaat, ja, dat is nog altijd een volledige rechthoekige plaat. Dan kunnen we iets gebruiken, dat heet booleaanse operatoren. En dat zit hier bij modify, dat zijn de deze hier, combine, dus combineren. En daar moet je opletten dat je de juiste dingen in de juiste volgorde selecteert. Dus booleans, dat zijn eigenlijk interacties tussen volumes, waarbij dat je gaat zeggen of dat je twee volumes gaat samensmelten tot één volume, of dat je één volume gaat gebruiken om iets weg te snijden uit een ander, of dat je enkel een gemeenschappelijk deel gaat overhouden. En dat zijn deze drie hier, join, cut, intersect. Nu willen we een deel wegsnijden uit die zijplaat, want die is te groot. Dus we gaan hier moeten kiezen voor cut. En dan is het belangrijk dat we de target kiezen, het doel, dat is hetgeen wat we willen overhouden. In dit geval is dat de zijplaat. De tool is hetgeen dat we gaan gebruiken om weg te snijden. In dit geval de grondplaat hier. Voilà. En we gaan ook ervoor kiezen om ons tools te houden, want we willen natuurlijk die grondplaat nog altijd blijven houden. Keep tools, oké. Okay. Voilà. En nu, wat is er nu gebeurd? We kunnen onze grondplaat, als we die uitzetten, hebben we onze grondplaat gebruikt om het volume weg te snijden dat overlapt met de andere kant. Dus nu hebben we als voordeel, je hebt je grondplaat en je zijplaat, dat die tanden hier perfect gaan passen in de uitsparingen die je al getekend had. Dus je hebt eigenlijk geen enkele tand moeten tekenen, die heeft die automatisch weggesneden omdat dat niet gemeenschappelijk was. En we kunnen nu omgekeerd werken en bijvoorbeeld zelf wel een aantal tanden tekenen op de bovenkant. Create sketch. En het makkelijkste is dat je die tekent op de kopse kant. Dan kan je gewoon een rechthoek tekenen die vastsnapt aan de ene kant en de andere kant. En dan hoef je daar maar twee waarden op te zetten, want de breedte ligt sowieso al vast. Dat is een afstand zo en daar gaan we de plaatdikte voor gebruiken. Dat die ook mee opschuift, bijvoorbeeld. Ja, we zien wel. Een afstand zo. Een tand van 20 breed, bijvoorbeeld. Finish sketch. En dan kunnen we die ook extruderen. Opnieuw extrude. Dus create extrude. Of E. Je hebt die letter E staan. Als je E duwt op je toetsenbord, dan heb je een shortcut. Voilà. Opnieuw met een hoogte plaat moet die eruit komen. En die moet joinen, dus die moet vasthangen aan het gedeelte dat we daar hebben. Voilà, nu heb ik hier één tand staan. Ik ga de rest kopiëren in een patroon. Dus ik kan het nu niet spiegelen, maar een patroon gebruiken. Create pattern. En dat is een rechthoekig patroon. Het is eigenlijk gewoon een lineair patroon, maar dat is dus een rechthoekig patroon met maar één as. Dus we gaan al kunnen de quantity in één richting op één zetten en in de andere richting gaan we het nog wel zien. Opnieuw een feature, deze, die laatste extrusie hier dat we gedaan hebben, willen we in ons patroon steken in direction. En de richting die we kiezen is de richting die hier loopt, dus de richting van die zijde. En bij distance type gaan we kiezen voor extent, dat is het veiligste. Dan kunnen we kiezen over welke afstand dat die moet lopen. En dan kunnen we hier, als we hier gaan kijken, kan ik hier kijken of ik het duidelijk kan zetten. Voilà. Dus we kunnen hier al visueel slepen. Je ziet, hij pakt de rest ook mee, maar het zijn enkel die tanden waar je moet op letten. En ik ga hier zien, dat is qua afstand
voldoende en dan komt er een nie over. En dan kunnen we hier met onze quantity nog altijd kiezen hoeveel dat we er willen. Voilà, zoiets ziet er goed uit voor mij. En dan doe ik oké. En dan heeft hij al die tanden gekopieerd over de volledige lengte van dat stuk. En aangezien dat ik hier die lengte heb gekozen, gaat dat altijd binnen die lengte staan. Dus als je achteraf meer tanden wilt die fijner zijn, dan kun je je afstand van je tanden aanpassen en hier de hoeveelheid van je tanden. Maar gaat het altijd mooi spreiden over de volledige lengte hier. Voilà, dus dat stuk is al af, die zijkant. Daar waren ook wat uitsparingen in voorzien. Voilà, zodat je daar kunt ook extra camera's of belichting, dat als je iets langs de zijkant wilt belichten, dat je daar een bureaulampje kunt laten doorschijnen. Dus dat kan je ook heel snel doen door een extra schets te maken. Opnieuw best in die zijplaat. Ik ga er nu geen maten op zetten, ik ga het op het zicht doen. Voilà, twee cirkels. De bovenste nog wat kleiner en de onderste wat groter. Dat ziet er wat beter uit. Voilà, allebei selecteren en opnieuw extruderen met een dikte minplaat. Voilà, dus soms moet ik plaat ingeven, soms moet ik minplaat ingeven, het hangt er vanaf in welke richting. Hè. Dus je gaat altijd één richting kiezen, dat is de positieve richting, meestal is het de richting naar buiten. Maar je wilt de richting kiezen die ondersnijdt met je plaat. Hè. Dus in dit geval, als je daar iets aan gaat toevoegen, dan wordt dat hier een join. Als je dat iets hebt dat ondersnijdt, dan wordt dat hier rood en gaat dat eruit snijden. Dus dat is de negatieve richting. Als je in dit geval moet je dus kiezen voor minplaat om je plaatdikte in de juiste richting ervan weg te snijden, anders gaat hij je plaatdikte eraan toevoegen. En dat is niet wat je wilt. Voilà, dus dat ziet er ook weer al goed uit. Dat stuk is nu voor mij klaar. Dus dat kan ik heel snel de andere kant ook doen. Want opnieuw, ik kan hier gewoon dat stuk spiegelen. Create mirror. Type is zijn componenten hier. Dus die is dan een component en een vlak waar je over wil spiegelen. En dat is dan dit. Voilà. Dus nu heb ik mijn tweede component en ik maak er dan direct een duplicaat van. Heb ik daar al klaar staan. Voilà. En dan kunnen we nog de bovenkant met elkaar verbinden. Kan ik hier kijken, want ik heb mijn ontwerp anders gemaakt met dingen die er nog inschuiven. Maar ik ga het nu voorlopig zo doen. We hebben dus de twee manieren gezien. En ik zal dan straks het andere ontwerp nog een keer voortonen ook. Anders gaat de livestream hier 2 uur duren. Dat is ook de bedoeling niet. Voilà. Dus ik ga hier nog een topplaat maken. En die kan ik dan maken in mijn topvlak. Dus ik ga ergens de bovenkant van die tanden selecteren. Voilà. Nu ben ik in dat vlak aan het tekenen. En dan kan ik een rechthoek maken die hier vertrekt. Ik ga er hem expres buiten tekenen, dat is ook een handige truc. En dan de constraints gebruiken om hem goed te leggen. Dus ik ga er geen maten op zetten, ik ga ze gewoon vastplakken aan de tekening. Waar dat ze moeten vastplakken. Een keer kijken. Ja. Is hier wat raar aan het doen. Ik kan het natuurlijk ook niet. Ik ga die een keer opnieuw leggen. Topplaat, we zijn daarin aan het tekenen. Voilà. Nu juist, ja. En nu zie je niet meer wat dat welke tanden zijn, dus ik ga hier in 3D kijken en daar de juiste hoek aanduiden. Dat is hier de... Van hier. Voilà. Ik zit in het verkeerde vlak. Ja, nu zitten we juist. Dus die loopt van hier. Uitzoomen naar daar. Zo. Klopt, dat is ook een andere. Het zit altijd niet in dat juiste vlak.
ik hier aan vastplakken. Maar als het vlak niet klopt, als ik het straks wil verleggen, dat gaat ook. Ja, kijk, het was wel juist. Op den duur is het hier wat verwarrend. Dus nu heb ik hier een vlak getekend. Ik heb het wel aan de verkeerde dingen vastgeplakt. Dus die kan ik hier wel nog herleggen. Die moet hier op deze vastplakken. Hè. Top. Schets aanpassen. De constraint wegdoen. Dat was een andere dus. En het is op. Deze ook dat hij moet samenvallen. Ja. Oké. Okay. Lastige bevalling. Maar we zijn er. En in deze kan ik dan nu extruderen. Naar beneden. Plaat. Minplaat. Voilà. En je ziet hier, hij heeft hier direct al mijn... ik zal die zijplaat even onzichtbaar maken. Hij heeft hier alles mee, dus die volledige plaat, behalve één tand. Dat komt omdat ik dit vlak heb geselecteerd als, als schetsvlak waar dat ik mee gestart ben. Dan heeft hij dat herkend, maar de rest nog niet. Dus de rest moet ik er nog kunnen uitsnijden. In die zijplaat zitten al die tanden al, die hebben we juist gegenereerd. Maar die moeten we nog kunnen wegsnijden uit dit... uit die andere plaat eigenlijk. Hè. En dat kunnen we opnieuw doen met zo'n boolean. En normaal gezien kan je daar ook meerdere platen voor selecteren. Dus als je hier combine doet, dan wil ik dat dat mijn target is. Mijn tools zijn dan deze en deze. Voilà. En ik wil die houden natuurlijk. Ik heb ze niet voor geen reden gemaakt in dit geval. Cut, oké. Voilà. En dan als ik mijn zijkanten nu onzichtbaar maak, voilà, dan heeft hij daar perfect die afstanden tussenuit gesneden. Voilà. Ondertussen is het weer al even geleden dat ik nog een keer getest heb of dat mijn parameters eigenlijk wel nog alles doen wat ik wil. Ik heb weinig maten ingegeven, dus de kans is wel groot dat het klopt, maar ik ga nog een keer checken voor de zekerheid. Dus als ik hier Modify kies en dan Change Parameters en ik kies hier voor 8 mm opnieuw en ik doe Enter. Voilà, en dan gaat de dikte van mijn plaat aanpassen. Al mijn tanden blijven ook mooi in elkaar passen. Dat is perfect wat ik wil. Als ik dat hier nu een keer een pak groter zet op 15 bijvoorbeeld, dan kijk. Op den duur ga je altijd waarschuwingen beginnen krijgen. Hè. Je hebt altijd limieten bij parameters. Wat doet hij hier? Kijk, hij zal waarschijnlijk toch niet goed vasthangen daarop. Dus daar moet ik wel opletten. Feature. Als ik dat aanpas naar 8, volgt hij daar dan nog mee? Ja, kijk, ja, toch wel. Ja. Dus vaak is het een goede tip ook om met die parameters te beginnen met een brede maat, met de breedste maat. Ik weet nu, het breedste hout, het dikste hout dat wij hier hebben liggen is 8 mm. Dan ga ik altijd alles ontwerpen voor 8 mm. Meestal is dat iets robuuster als je werkt op 8 mm en dan verlaagt naar 6 of naar 4. Omdat je dan wat materiaal over heeft en de openingen kan nauwer maken. Maar als je extra materiaal nodig hebt, dan weet je niet altijd of je dat materiaal gaat hebben. Dus het is een goede tip of truc om altijd met een brede breedte van je materiaal te beginnen. Of een te brede misschien, zodat je altijd kan versmallen. Voilà, en dan zou je kunnen, ik ga het hier voor de rest beperkt houden qua ontwerp. Ik denk dat je het principe ondertussen wel door hebt en dat ik het meeste getoond heb. De iPad hier nog verplaatsen en u daarop, want dat was eigenlijk de reden waarom dat we hem gebruikt hadden in het begin. En u daarop baseren als je weet dat, in welke richting dat hij moet komen. Zo. Zodat je camera mooi in het midden staat en dat je een opening nog kunt voorzien in de top hier. Hè. Ik zal dat nog doen. De camera ligt hier. Oh, het draait om principe natuurlijk. Als je
objecten verplaatst, zoals die in iPad hier, moet je wel altijd opletten dat als je een nieuwe feature toevoegt, dat je de positie vastneemt of captured. Anders gaat hij je iPad terugplaatsen naar de plaats waar hij oorspronkelijk stond. En we gaan hier die opening gewoon voorzien in het midden. Extruderen opnieuw. Voilà, ik heb een aantal shortcuts ingegeven. Mijn plaats. Oké. Voilà. En ik ga die iPad, ik ga die nu voorlopig opschuimen. Zo. Zo werkt die ook. Hè. En dan kan ik hier op voorhand zien of dat mijn camera mooi gaat passen. Of dat ik hier mijn breedte van mijn bovenkant nog wat moet aanpassen of niet. Maar dat ziet er nu voorlopig allemaal goed uit. Ik zal straks nog een keer het volledige ontwerp tonen ook. Hoe dat volledig in zijn werk gaat. Dat is nog iets complexer, maar allee, qua principe is dat volledig hetzelfde. Nu hebben we hier een ontwerpje staan dat parametrisch aanpasbaar is. Dus dat is al supergoed. En ik zal, kwestie van herhaling, nog een keer terugvallen op de presentatie. Want daar staan al die stappen ook een keer uitgelegd en toegelicht. Dus we waren hier begonnen met het definiëren van die parameters en het aanmaken van die componenten. Zodat we altijd de juiste componenten konden selecteren om daarin te werken. Dus terwijl dat je aan het ontwerpen bent, probeer zoveel mogelijk die maten te vermijden. Als je maat ingeeft en je kunt het doen in functie van een parameter, doe het dan zo. Nog beter is als je met die constraints kunt werken. Als jij de breedtes vastlegt op iets wat er al ligt en je gaat het oorspronkelijke verplaatsen, dan gaat de grootte van die bovenkant altijd automatisch meevolgen. Zonder dat je zelf nog maar een maat hebt ingegeven of aangepast. Omdat je gewoon die puur visueel hebt aan elkaar vastgesnapt als het ware. Dus dat is meestal de beste manier om het te doen. Kan je niet met een constraint werken, werk dan met een parameter. En als er geen parameterwaarde op toepassing is, dan kan je een gewone maat ingeven. Maar hoe minder dat je maten gebruikt, hoe minder dat er iets mee kan mislopen. Of hoe minder dat ze kunnen fouten opbouwen. Ja, dat heb ik een aantal keren herhaald tijdens het ontwerpen. Het is heel belangrijk dat je dat test terwijl je bezig bent. Om te vermijden dat je daar in de problemen geraakt. Dat is een goede samenvatting hier. Hoe sneller dat je fouten ontdekt, hoe minder groot de gevolgen ervan. En hoe makkelijker dat ze op te lossen zijn. En omgekeerd is dat ook helemaal waar. Hè. Als jij eerst een volledig ontwerp maakt en je bent er een uur aan bezig. En na een uur zeg je, ah ja, dat was een parameterontwerp. Ik ga mijn parameter een keer veranderen om te zien of dat werkt. En alles krijgt 20 foutmeldingen en lijkt in de verte niet meer wat hij aan het ontwerpen was. Ja, dan heb je veel werk om daar al die foutjes uit te halen. Terwijl als je altijd, als je dingen toevoegt die gaat testen, dan ga je zeer snel zien of dat er iets klopt of niet. Voilà. Dus kun je ook symmetrie gebruiken en die patronen. Dat is meestal ook robuuster of veel minder werk dan zelf 37 tandjes uit te tekenen. Als er iets twee keer voorkomt of meerdere keren, en je kunt mijn symmetrie of mijn patroon doen, bespaart je dan een hoop tijd en moeite. Dan het gebruik van die booleaanse operatoren, waarbij dat je vormen gaat combineren. Zoals ik daar juist gezegd heb, goed opletten dat je je tools juist aanduidt. Dus target is het deel dat je wil overhouden. En een tool is het stuk waar dat al die uitsparingen in zitten, dus waar dat je mee wil wegsnijden in dit geval. We willen snijden, dus de operation is cut. En keep tools moet blijven aanstaan, zodat hij niet je ander onderdeel dat je nog altijd nodig hebt, verwijdert. Voilà. En dan komen we bij een beetje de magic trick, hetgeen dat ik daar juist had getoond. Als je dit nu wil lezen, dan heb je daar een 2D-tekening van nodig. Dus je moet al die onderdelen kunnen rangschikken op een plaat om die er efficiënt te kunnen uitsnijden. En er zit nu in Fusion een nieuwe tool die je kan gebruiken en die heet Arrange. En die kan je gebruiken hier bij Modify, zit die, en dan Arrange. En dan vraagt hij je gewoon welke objecten dat je wilt in je Arrange steken. En dat zijn hier dan die componenten die je kan selecteren. Voilà, 1, 2, 3, 4 platen heb ik hier nu staan. Hij gaat hier ook altijd een pijl tonen en je kunt die per
object flippen. Voor laserkutten is dat niet belangrijk, want daar zijn, nee, of dat je nu de onderkant of de bovenkant uitsnijdt, die zijn allemaal hetzelfde. Als je iets zou frezen, is dat wel belangrijk. Maar voor laserkutten maakt dat nu niet uit, die richtingen, dus gewoon al die onderdelen selecteren. En dan vraagt hij hier een vlak of een schets. Dus ik kan hier een vlak aan de... Ik zal de rest even onzichtbaar zetten, zodat je goed ziet welk vlak dat ik kies. En dat is dan het vlak van je oorsprong bijvoorbeeld. Dus hier dat horizontaal vlak. Voilà, dus ik ga ze gewoon allemaal plat leggen. Mijn stukken. En dan kan je hier ook nog ingeven wat dat de lengte is. Het formaat van uw platen. Bij ons zijn onze platen 1,50 meter op 830 mm. Voilà, bam. En dan leg ze automatisch al plat. Je kan hier ook ingeven hoeveel afstand dat hij van de rand van je plaat moet houden. Wat ook handig is, want als je dat exact op die... als je dit op nul zet, dan zou hij al die onderdelen tot tegen de rand van je plaat liggen. En dan kan het zijn dat je heel hard moet mikken om dat er goed uit te krijgen. En dat gaat meestal niet zo goed lukken, dus voorzie daar een beetje speling. En de speling tussen je stukken mag je relatief klein houden. Dus een millimeter of twee is daar meestal voldoende. Voilà. En dan legt hij die automatisch plat. En dat is ook iets wat je achteraf kan aanpassen. Dus als je achteraf merkt van mijn plaat dat ik hier heb is toch wat korter. Of wat smaller en langer, dan kan je hier ingeven dat dat maar 500 is. En de lengte 200 bijvoorbeeld, weet ik veel. Want hij gaat ook een fout geven als je plaat te klein is. Als het niet uitpast, dan gaat hij zeggen van zo krijg je dat er hier niet uit. En dan moet je ook een ander voorzien. En nog cooler eigenlijk aan die functie is dat je met een schets kan werken ook. Dus stel dat ik hier terugkeer op mijn stappen, dat ik een schets aanmaak en dat je gewoon een stukje plaat hebt. Ik ga er zelf geen maten op zetten nu. Voilà. Dan kan je in die arrange ook zeggen, in de plaats van een vlak te selecteren, selecteer ik gewoon die sketch. En dan gaat hij al je 3D-objecten automatisch rangschikken binnenin die schets. Met als grote kracht, zal ik zeggen, dat je die ook nog kan aanpassen. Normaal gezien, ik weet niet of je het zo on the fly kunt doen, ik dacht het wel. Voilà. Dus je kunt daar zelf wel mee spelen. En je hebt direct een... kijk, voilà, nu passen ze er niet in, dan springen ze er weer uit. En een visuele weergave van hoe je dat er een beetje efficiënt uit krijgt. Meestal doet hij iets redelijk oké, maar nu doet hij hier wat rare dingen. Het hangt wat af van je ontwerp. Maar stel dat je zelf een plaat hebt in een rare vorm, of dat je nog een overschotje hebt. En dat je zegt van... mijn plaat loopt hier bijvoorbeeld zo. Daar is al een stuk uitgesneden. Je kunt die zelf volledig opmeten. En dan zou je kunnen zien van, kijk, voilà, als dat hier mijn plaat is, hoe kan die er wel nog altijd efficiënt uithalen? Dus dat is een heel krachtige tool die heel snel iets berekent. Nu, het enige wat die functie doet, die in Arrange, is je 3D-stukken, componenten, allemaal goed leggen ten opzichte van elkaar. Als je natuurlijk wilt dat je object gelaserkut wordt, dan moet je dat nog altijd kunnen exporteren. Dus je hebt daar nog altijd een DXF van nodig. En om dat te doen, moet je een extra schets aanmaken. En kun je die projecteren, kun je bestanden hier projecteren naar die schets. Dus als je hier Create Sketch doet, je maakt een schets aan in datzelfde vlak. Voilà, dus ook in dit vlak. En je gaat al die dingen projecteren. Dus dat zit hier bij Create, Project, Include, Project, of gewoon op P duwen. En dat komt ook in dat menu. Voilà, en dan vraagt hij je wat wil je projecteren. En dan selecteer je gewoon al je vlakken, al je onderdelen liever. En heel belangrijk is dat je die projection link hier laat aangevinkt staan. Voilà, oké. En die sketch kan je finishen. Ja, de waarschuwing dat hij geeft is dat hij nu niet zichtbaar staat. Voilà. En dan kan je hier zien, ik heb hier een aantal gemaakt schetsen, dat als ik mijn onderdelen onzichtbaar zet, dat ik hier nu
een schets heb waar de, al die bestanden, al die lijnen in zitten. Dus als je rechts klikt op je schets, het makkelijkste is dat je die gewoon laser noemt, hè, dan weet je direct ook, als je dat achteraf opent, doet, dat dat hetgeen is wat je naar je laser moet sturen. Kan je hier op rechts klikken, kiezen voor Save as DXF. En dan sla je dat ergens op. Hè, en geeft dan een naam. iPad bijvoorbeeld in dit geval DXF. Opslaan. Voilà. En dan heeft hij daar een 2D-tekening van gemaakt die je in Inkscape kan binnenhalen. En daar moet je gewoon opletten dat je hier kiest voor de manuele schaling, manual scale, dat die op 1 staat. Want anders gaat hij je afmetingen verschalen. Het is een vectorieel ontwerp. En normaal gezien hebben we dan onze volledige ontwerp. Het heeft even nodig. Ja. Komt het er hier door? Yes. Voilà, hebben we hier staan. Ik zal de lijnen wat dikker zetten, dat je het ook wat beter kan zien. Op het scherm. Voilà. Dus nu hebben we hier een tekening staan die we zouden kunnen afdrukken om naar de laser te sturen en om die uit te laseren. En het grote voordeel is, als je werkt met die projection link in je sketch, dat je je volledig ontwerp kunt maken. Je hoeft hier maar 2 stapjes terug te keren om je 3D-ontwerp te zien. Dat is het wel zichtbaar maken natuurlijk. Voilà. En als je die 2 stapjes naar voren sleept, dan heb je hier je zicht op je schets. En nu hebben we daar juist getest bij ons eindobject in 3D, als we een parameter aanpassen, of dat allemaal goed meevolgt. Maar het grote voordeel, of de grote kracht, is natuurlijk, als je dat gaat aanpassen, hier, die parameter, aangezien dat we die projection link hebben aangezet bij dat projecteren, dan gaat normaal gezien ook hier in 2D direct alles meevolgen ook. We moeten er misschien even over rekenen. Voilà. Dus de platen worden smaller. De openingen volgen overal mee. Al de tandjes zijn korter geworden. En hij heeft opnieuw de grootte van de plaat of de plaatsing herberekend. Dus afhankelijk van uw dikte van uw plaat. Kijk. Kan het zijn dat hij zelf een volledig andere arrange doet van uw stuk. Ik ga een keer een pak dunner zetten. 2. Ik ga proberen met wat meer, 20. Voilà, lukt ook allemaal. Kijk, heel dikke tanden. En een andere arrangement. Dus dat is wat we wilden. Voilà, ik zal het nog een keer voortonen ook bij de iets complexere, dus de volledig uitgewerkte. iPad afzetten. Voilà, dus hier heb je DIN in 3D. En de arrange hier legt ze ook mooi allemaal plat. En hier zie je, en dus hij werkt hier wat beter, hij legt hij dit mooi redelijk efficiënt naast elkaar. Ik denk niet dat je het op een andere manier beter gaat kunnen. Dus soms werkt die heel goed, soms wat minder. Het hangt er wat van af. Je kunt hier opnieuw die groottes van je platen en zo aanpassen. En opnieuw alles in 2D volgt ook mooi mee. Ik zal die hier ook nog een keer uitzetten. Tjuk, tjuk, tjuk. En de parameter aanpassen. Change parameters. Oh, dus die staat hier nu nog op 4. Als ik die op 8 ga zetten, gaat hij alles herberekenen. Voilà. Overal de sleuven breder. En alles volgt mooi mee. Dus dat is nu een hoop sneller natuurlijk. Als je nu merkt in één keer van ik wil dat op een andere dikte ook maken. Het is wat meer werk tijdens je ontwerp. Om er altijd rekening mee te houden dat je met die parameters rekening moet houden. Maar als dat een gewoonte wordt, dan gaat dat op termijn u een hoop tijd kunnen besparen. Nog 2 dingen om op terug te komen. Dus dat projecteren heb ik nu getoond. Het exporteren als een DXF. Dus dat is gewoon op je schets dat je wilt exporteren.
die laatste dat je hebt aangemaakt, hè, met al die projecties in, rechtsklikken en kiezen voor Save as DXF. Maar vorige week, en voor degenen die vorige week ook meegevolgd hebben, en het ook even gehad over Curve, dus over het snijverlies dat je hebt als je iets uitlasert. Ik ga die uitleg nu niet volledig opnieuw doen, maar het komt erop neer dat al wat je snijdt, ja, ook wat materiaal verbrandt. Dus je moet er op een bepaalde manier soms ook rekening mee houden. En nu voor die iPad-houder maakt dat niet zoveel uit. Je hebt daar wel wat speling, maar die worden meestal wel verlijmd. Dus het maakt niet uit dat dat een beetje los in elkaar zit. Als je daar alles samen gaat zetten, gaat dat op zich toch goed in elkaar komen. Je kunt dat oplossen op twee manieren. Oftewel, geef je plaatdikte in de plaats van 6. Kies je voor 5,8 of 5,9. En dan kan het zijn dat hij alles wat smaller gaat maken en dat daardoor ook wat strakker in elkaar gaat passen. Dat klopt niet 100% exact, maar als je het 100% exact wil, liever, dan is er ook een add-on voor. En die heet DXF voor laser. De link staat ook in de presentatie, die komt straks in de Facebook. En die kan je installeren en dan moet je Fusion een keer heropstarten. En dan heb je een extra functie in je Fusion, waarmee dat je kan... dus dat zit dan in Create, Save DXF voor lasercutten. En dan vraagt hij gewoon om de plane aan te duiden. Dus in dit geval om een face aan te duiden. En dan kan ik zeggen, ik wil dit exporteren voor lasercutten. Nadeel is dat je dat niet in één keer kan doen van je arrange de vorm. Dat is wel jammer. Maar je kan hier wel dan die foutbepaling, dus die curve, op ingeven ook. Dus dan moet je het per stuk apart doen. En ze achteraf samenzetten in Inkscape bijvoorbeeld, om ze daar te oriënteren. Dus dat pakt trager, maar het is wel exacter, om het zo te zeggen. Dus dat is een mogelijkheid. Voilà, dus dat is die add-on, dat is de tweede methode waar je dan rekening kan houden met die curve. Je kan achteraf je DXF altijd open in Inkscape, daar er nog mee doen wat je wilt. En dan heb ik zo goed als alles gezegd wat ik wou over het Fusion-gedeelte. Ik zal straks nog een keer horen of dat er vragen waren, dan kan ik die eventueel ook nog toelichten. En ik zal om te eindigen nog een korte bonus tonen van hoe dat je zoiets kan doen in een ander stukje software, dus in Onshape. In Onshape is dat ietsje makkelijker. We hebben het nu getoond in Fusion, omdat dat volledig gratis beschikbaar is. Ik weet niet juist hoe dat met de licenties van Onshape zit, maar ik denk wel dat je een beperkte of testversie kan gebruiken als hobbyist ook. Het is iets waar ik minder ervaringen mee heb, maar je kunt wel, in dit geval voor lasersnijden, werken ze met twee zeer interessante add-ons. Dus ik heb hier een ontwerpje klaarstaan. Kan ik hier proberen inloggen opnieuw en zien of dat werkt. En daar is het voordeel, je kan eigenlijk gans je ontwerp maken gewoon met overlappende joints. Dus ik heb hier nu zo'n doosje staan met een aantal openingen in. Ik heb gewoon, dat zijn gewoon allemaal balkvormige, plaatvormige dingen met allemaal dezelfde dikte. En die overlappen elkaar overal. Dus dat zijn dingen. Randen waar dan nog geen boolean op gedaan is om daar stukken uit weg te snijden. Nu kan je hier rechts van boven in Onshape, heb ik hier al twee custom features staan. Je kan die toevoegen, standaard staan er daarheen. Door hier op die plus te klikken en dan de juiste namen te zoeken. En de twee die we gaan gebruiken zijn laser joint en auto layout. Die laser joint die gaat automatisch die tabs voor u creëren in dit geval. Dus als je overlappende stukken hebt met dezelfde diktes, kan die dat automatisch voor u doen. Wat dat je een hoop tijd kan besparen bij bepaalde soorten ontwerpen. Dus die laser joint, dat betekent trouwens verbinding joint, hè, dat heeft niks met softdrugs te maken. Die stelt u in staat, hè, als je hier die functie kiest en je kiest voor automatic. Bij single kun je het plaat per plaat doen, maar we kiezen nu voor automatic, dat is makkelijker. Kan je al die parts die je wilt joinen selecteren en kan je automatisch kiezen, voilà, hij toont hier al in de preview, nu gaat hij 5 tabs
per zijde voorzien. En als je dat meer of minder wilt, kun je hier nog kiezen voor 3 bijvoorbeeld. En dan gaat hij dat ook herberekenen. Zodat hij maar 3 grotere tabs heeft. Voilà. En in die richting ook altijd 3. Dus hier doet dat automatisch. Je kunt dat automatisch. Je kan daar nog een kleine afschuiving op toevoegen. Hier die een chamfer, zodat je stukken beter in elkaar passen. En als je daar tevreden mee bent, klik je gewoon op dat vinkje. En dan kan je ook het ontvouwen doen. Dat is hier bij die auto layout. Voilà. En daar hoef je maar 1 vlak te selecteren. En dan legt hij ze automatisch ook allemaal plat voor u. Dus dat kun je met 2. Stappen automatisch doen eigenlijk. Dus de verbindingen creëren en de layout. Dan hebben ze mij juist ook nog meegedeeld dat er nog een vraag was. Waarschijnlijk hebben er een aantal mensen gezien in het ontwerp dat ik aan het maken was dat er hier van boven staat. Educational license. En de vraag was, is dat enkel voor leerkrachten? Nee, Fusion... Allee, ik heb nog, ik denk oorspronkelijk een jaar of 6 geleden ondertussen, een van de eerste licenties van Fusion aangemaakt. Maar ondertussen heb je er, denk ik, 3 of 4 verschillende. Je hebt een licentie waar je de software kan gebruiken als hobbyist. Dan kan je ze gratis gebruiken. Maar ben je beperkt in het aantal bestanden dat je op hetzelfde moment kan openen. Er zijn nog een aantal limieten. Je kan dat op de websites van Fusion wel terugvinden. Met de educational license heb je een pak minder limieten, maar die kan gebruikt worden door leerkrachten en studenten. En ze zijn er wel vrij flexibel in, zal ik maar zeggen. Ik geef bijvoorbeeld les op een avondschool ook. Als je je inschrijvingsformulier doorstuurt naar de website, kunnen ze dat ook activeren dat je de volwaardige educational versie hebt. Dus als je leerkracht of leerling bent, kan je die altijd gebruiken. En dan is er ook nog de professionele versie waar je maandelijks voor moet betalen, die wat extra functies heeft. Maar 90% van het pakket kan je gratis gebruiken, ofwel als educational account, ofwel als de hobbyist/maker account, waar je ook dezelfde functies hebt, maar wat meer limieten in het opslaan van je files. Voor de rest is dat op dezelfde manier bruikbaar. Voilà. Ik weet niet of er direct nog vragen binnengelopen waren, anders mag je ze gewoon zeggen. En anders denk ik dat we opnieuw kunnen afronden. Hè. We zijn hier al een uur bezig ondertussen. En dus, voilà. Dan is het normaal gezien de volgende... sessies staan ook al gepland. 27 januari. Dus het zit een week tussen elke keer. Dus niet volgende week, maar de week daarna woensdag. En, de week, en dan nog een keer 2 weken later de woensdag. Gaan we normaal gezien ook live. We hadden oorspronkelijk 4 ideetjes in de poll gezet. Dus we hebben er nog 2 achter de hand. Maar het is wel interessant als je nog bepaalde voorkeuren hebt of interesses of dingen die je zelf graag zou zien. Mag je die ook altijd als reactie op de video zetten. En dan kunnen we daar eventueel ook rekening mee houden. En er zijn misschien wel dingen die je graag zou willen zien, waar we zelf nog niet aan gedacht hebben. Of dingen die je zelf al geprobeerd hebt en die niet zo goed gelukt zijn. En dan kan dat misschien ook interessant zijn om het daar een van de volgende sessies eens over te hebben. Voilà. Dan wens ik jullie nog een fijne avond en zien we elkaar over 2 weken terug.